Voor mijn studie deed ik een onderzoek in Kenia, in het oosten van Afrika, naar een Nederlands ontwikkelingsproject. Daar was er op gericht om de landbouw te moderniseren, eigenlijk naar het recept wat in Nederland bekend is. En dat was dus een monocultuur aanleggen op kale grond met maïszaden en dan ook nog kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat pakte niet goed uit. Want bij hevige regens in de tropen op een helling spoelt de grond gewoon tussen je maïsplanten weg. Maar ook de boeren gingen erop achteruit. Zij moesten investeren in zaad, in kunstmest, in landbouwgif. En dat bemoeilijkte hun positie. En terwijl ik zo discussieerde met die ontwikkelingswerkers, die het voor een deel met goede bedoelingen aan het project bezig waren, toen zei een van hun, maar kijk eens daar aan de overkant van de vallei. Dat is toch geen landbouw. En aan de overkant van de vallei zag ik een weelderig bos. Dus het was groen, in verschillende niveaus van groen. Er woonden ook mensen tussen de bomen en struiken. En ik ben daar gaan kijken. En daar zag je enorme bomen. En daarin groeide mango en avocado. En in de luwte van die bomen groeiden andere bomen, minder groot, maar met groter blad. En die houden dus niet van wind en hebben ook niet heel veel zon nodig, liever niet. Het zijn de banaan en de papaya bijvoorbeeld. En daar groeiden ook koffie en thee en nog allerlei andere eetbare bomen, struiken en andere gewassen. Dus daar was veel voedsel. En daar werd de bodem vastgehouden. Sterker nog, de bodemvruchtbaarheid werd verbeterd. En er waren geen externe inputs nodig. De boeren hoefden niks te kopen, et cetera. Dus het was een systeem waar ik denk van, wauw, dit is knap. En dit is niet een wild bos, maar het is een bos dat lijkt op een wild bos. En ik vond het waanzinnig interessant. Het zat in mijn achterhoofd 20 jaar lang. En toen dacht ik van, we moesten het maar eens gaan proberen. En dat is eigenlijk het begin van het voedselbos Ketelbroek geworden. Dat we op een kale maïsakker genoeg geld hadden om die aan te schaffen en te investeren. En dan gaan puzzelen hoe een natuurlijk bos in Nederland zou zijn, met soorten die daar een plek in kunnen vinden. Maar die mogen van een ander continent komen, maar moeten wel ons klimaat aankunnen. Bij een voedselbos is het mooie dat het werkend als een natuurlijk bos helemaal geen, wat dan heet, externe inputs nodig heeft. Er hoeft niks van buiten te komen. Geen kunstmest, maar ook geen compost. Geen gif. Geen water, want een bosbodem werkt als een spons. Dus in natte tijden houdt het bos het water lekker vast en betekent ook minder overstromingen. En in droge tijden wordt die spons benut. En zo zie je dat een bos dus jaarlijks maar doorgroeit en ieder jaar vruchtbaarder wordt. Want dat is de samenwerking tussen groene bomen die energie winnen van de zon en het bodemleven dat in ruil voor wat van deel van die energie nutriënten omhoog haalt, dus voedingsstoffen omhoog haalt. Dus een bos produceert en wordt vruchtbaarder, zonder dat wij iets moeten doen. Het grappige is dat het voor mij geen rare of moeilijke stap was. Omdat ik waarschijnlijk al door de ervaringen in Kenia, van wetend van, hey, je kunt een bos vereetbariseren. En we hebben in Nederland kansen die niet benut worden als je kijkt hoe nu met het land wordt omgegaan. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus ontwerpen, principes toepassen van hoe je met zon en water een slim systeem kunt ontwerpen. Testen hoe soorten het je doen. Benieuwd naar hoe ze smaken als je ze nog niet kent en wel hier groeien. Dus ja, wat let je als de kans er is om het te gaan doen? Met het aanleggen van voedselbos Ketelbroek hoopten we het aan te gaan tonen op termijn dat landbouw en natuur niet elkaars vijanden zijn. Dat is in Nederland zijn landbouw en natuur totaal uit elkaar gespeeld. En we hebben een omgeving met maïsakkers en raaigrasvelden waar geen insect en geen vogel meer voorkomt. Totaal steriele landschappen. Soms worden ze een beetje in kringen van ecologen die zeggen het zijn groene woestijnen. Feitelijk is dat een belediging voor de woestijn. En de woestijn is meer biodiversiteit dan in de Nederlandse landbouwgebieden. Dat is triest. Daarnaast hebben we voorbij een reservaatsgrens natuurgebieden. En die zijn vaak ook natuurdoeltypen waar organisaties bezig zijn natuur in stand te houden of een bepaalde richting op te leiden.
En het heeft weer niks te maken met functies voor de samenleving die er verder uit natuur voort kunnen komen. Waaronder voedsel natuurlijk een totale basisbehoefte is waar we als mensen voor moeten zorgen dat die op een goede manier wordt georganiseerd. En ik weiger me gewoon om neer te leggen bij die tegenstelling. En met Ketelboek wilden we aantonen van natuur en landbouw kunnen samengaan. Dus we maken een productief landschap waar voedsel wordt geproduceerd, waar mensen van kunnen eten in de toekomst en waar natuurwaarden thuis zijn en een rol hebben. En dat was ons doel. En het is ontroerend om mee te maken hoe snel dingen hun loop nemen als je dus een slim ontwerp hebt en het beheer zeer, zeer terughoudend doet. Want in het bos is ook niemand alsmaar aan het ploegen of eggen of spuiten of water geven. Je moet echt de kant op van het natuurlijk bos qua beheer. En ja, dan zie je opeens zeldzame soorten terugkeren. Soms met de vogelaren en de fotograaf erbij. Die achter een roodbosstapuit of een geelgos of een bosrietzanger aankomen. En dan leer je ook dat die vogeltjes in ons moderne landschap vrijwel verdwenen zijn. En ja, opeens merk je dat natuur ook anders kan functioneren op basis van rijkdom en opbouw van vruchtbaarheid. En dat er heel veel soorten op ons relatief kleine stukje een thuis vinden, terwijl er ieder jaar meer voedsel wordt geproduceerd. En dat is zo dankbaar. En het project is nu 7 jaar oud. En we zijn verder dan ik had verwacht te zullen zijn in deze periode. Een voedselbos moet je niet voor de korte termijn aanleggen. Dus als je snel winst wil maken, richt een hedge fund op. Maar ga niet aan de slag met permacultuur en zeker niet met voedselbossen. Dus we hadden de afspraak, we stoppen hier ons geld in. Want we vinden het leuk om te doen. En we willen niet op korte termijn terugverdienen. Tegelijkertijd, grond behoudt vaak redelijk zijn waarde. En het systeem groeit met de tijd. Dus op termijn, tijdens of na je pensionering, is het alleen maar meer waard. Want het bos ontwikkelt zich en wordt rijker en diverser en geeft meer oogst. Het zijn nog geen enorme volumes, maar het zijn wel kwaliteitsproducten. En naarmate je dichter bij de afnemer zit, is het voor ons als boeren prettiger dan leveren aan de tussenhandel en de agribusiness en de supermarkten die allemaal hun aandeel nemen en boeren tegen elkaar uitspelen voor zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Je hebt een kwaliteitsproduct en je zorgt voor een korte lijn van grond tot mond, waardoor je een redelijke prijs krijgt. En dan komt verder het hele grappige effect. We hebben bijna geen uitgaven. Bij ons wordt niet geploegd en niet geërfd en niet gezaaid en niet gespoten en niet geïrrigeerd. We hebben geen brandstof nodig, geen loonwerken nodig met dure machines die je moet inhuren, geen middelen, geen chemiewinkel die je moet kopen. Dus de opbrengsten zijn heel gauw netto opbrengsten. En daardoor is het project, Voedselbos Ketelbroek, draait op de jaarbalans zwarte cijfers. Dus we verdienen geld. Het mooie van een voedselbos is dat het mensen in verwarring brengt die de wereld willen opsplitsen in of landbouw of natuur. Het is beide. En dat is voor sommige bestemmingsplannen al moeilijk. Dat is iets van de overheid, van hoe ze de ruimte willen indienen. Maar het is ook voor de manier van kijken bijna moeilijk. Er zijn ook biologen en andere natuurliefhebbers die denken dat wij een natuurontwikkelingsproject, dat wij op dat kavel een natuurgebied hebben gemaakt. Want ze zien allemaal zeldzame soorten. En ze zien dat er iets moois groeit. En er zitten dus ook vogels, insecten, zoogdieren in hoeveelheden zelfs en bedreigde rode lijstsoorten erbij, waar menig natuurgebied onderhand nog aan moet tippen om die kwaliteit te bereiken. Maar ik zeg, wij zijn boeren. Wij produceren voedsel. En dat doen we namelijk ook. Dus het is allebei. Een voedselbos combineert landbouw en natuur en dat is wennen. Bij ons wordt jaarlijks koolstof gebonden en in de bodem en in het groeiende bos vastgelegd. Bij ons wordt de waterhuishouding verbeterd. Bij ons wordt fijnstof afgevangen in plaats van uitgestoten. Dat vind ik de belangrijkste zaken. En daarnaast komt er goed voedsel vanaf. En op termijn komt er zelfs van een hectare meer voedsel van een voedselbos dan van een raaigrasveld of een maisakker.
Want die blijft op de platte laag steken en een voedselbos wordt productiever door de hoogte die het bereikt. We vervuilen niet, geen landbouwgif, geen kunstmest. We verbruiken geen fossiele energie. En dan wordt er ook nog geld verdiend. En dat geld is voor een deel nodig om de ziektekostenverzekering of de woonlasten te betalen. Soms zeg ik over het voedselbossysteem wel eens van, het is voor luie boeren. Dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. In het begin moet je een goed ontwerp hebben dat over 20 en 80 jaar ook nog klopt. Dus daar moet je toch wel wat denkwerk in stoppen. En je moet een goede plant goed organiseren. Je niet laten afschepen met variëteiten die te weinig opbrengen. Want daar heb je dan ook een eeuw last van. Maar je hoeft dus nooit te ploegen, nooit te eggen. Vrijwel niet te snoeien, dat gebeurt veel te veel. Niet te wieden, dat is in strijd met de ecologische successie die een voedselbos nodig heeft. Dat is geen natuur om te wieden. Bedenk maar wat een boswachter moet doen om een bos goed te laten functioneren. En dat zit al in de naam, de boswachter moet wachten. Het bos zorgt voor zichzelf, het groeit vanzelf en je hoeft daar niks voor te doen. En een goed ontworpen voedselbos is dus bijna niks doen. Af en toe bijsturen. Dus er wordt wel wat gesnoeid en een boom die in het begin nuttig is om een ander op weg te helpen, kan er op een gegeven moment tussenuit. Dat is de vierde dimensie van je ontwerp. Je gaat in de tijd veranderingen meemaken die horen bij de natuur en bij een zich ontwikkelend bos. Maar je kunt ook vrij veel gewoon lekker genieten, observeren op een bankje en op een gegeven moment nemen de oogsten toe. En dat is het hoofdbestanddeel van ons werk, is oogsten. Dus in plaats van al het werk dat bij normale landbouw er vooraf gaat, want er wordt zo hard gewerkt in de tuinbouw en in de akkerbouw en de veeteelt. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn mensen actief met wieden, met spuiten, met machines. En dat is bij ons veel minder. De dominante trend in de landbouw is de laatste 70 jaar meer van hetzelfde. Dus dat was schaalvergroting, monocultuur, specialisatie, veel externe inputs met gif en kunstmest en een bulkproduct maken. Ten koste van het landschap, ten koste van het leefmilieu en ten koste van de natuur. Boeren zijn ook die weg op gedrongen door het beleid, door de Rabobank, door het schoolsysteem. En nu hebben we bijna een cultuurkloof met vaak hoogopgeleide en zeer gemotiveerde mensen uit de kringen van milieubeweging, permacultuur, universitair gescholden. Vaak zitten die mensen in steden opgesloten en hebben alleen maar een balkonnetje of een achtertuin. Kan leuker en fijner en natuurvriendelijker, maar dat is geen agrarische voedselproductie die wel degelijk via permacultuur en voedselbossen een sprong kan maken naar gezonder en vitaler produceren. En die kloof moet nog overbrugd gaan worden. En daarin moet ook eigenlijk een uitnodigend gebaar worden gemaakt van kijk naar dit type landbouw en zie dat het een succesvolle bedrijfsvoering aan het worden is. Van, ja, er zijn aanloopinvesteringen. Heb je ook als je een megastal bouwt. Kost ook een paar miljoen. En 30 hectare voedselbos aanleggen. Het gaat niet om kinderachtige bedragen. Maar vervolgens zul je zien dat de komende jaren en decennia en meer productie van afkomt, dat de rekeningen lager worden voor de chemie, voor de loonwerken, voor de brandstof. Daar heb je geen rekeningen meer voor. En dat er zelfs houtwaarde staat die veel meer waard is dan een jaar snijmuis en raaigrasje gaan opleveren. Maar het moet wel bewezen worden, want het is een cultuurkloof die nog overbrugd moet worden.